Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Hoe installeer je een VPN-connectie op je iPhone? Maar eerst, wat is een VPN? VPN staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Je maakt connectie met het internet op een private manier, op een veilige manier en op een anonieme manier. Een VPN is een veilige tunnel op het internet tussen je iPhone en de computer waarmee je connecteert. De data die heen en weer gaat in deze veilige tunnel is versleuteld. De data is dus niet zomaar leesbaar voor nieuwsgierigen. Waarom zou je een VPN installeren op je iPhone? Ten eerste, zoals ik al zei, voor private doeleinden. Je internet service provider, de ISP, zoals Telenet, kan zonder VPN zomaar zien waar je naartoe surft. Met een VPN krijgt je ISP versleutelde data te zien. Ten tweede, voor veiligheidsredenen. Vooral als je surft op openbare plaatsen met hotspots, is je internetconnectie onveilig en kan gemakkelijk gehackt worden. Ten derde, diensten of websites die geblokkeerd zijn in sommige landen, kunnen door connectie te maken met een server, een VPN-server, van een ander land wel bekeken worden. Zijn er dan geen nadelen? Jawel. Door de versleutelde data kan je internetconnectie wat trager worden. En VPN-diensten kosten meestal geld. Behalve als je een gratis VPN installeert op je iPhone. Gratis apps hebben wel kleine advertenties, maar die moet je erbij nemen. Ik laat hier twee apps zien. VPN Master en Touch VPN. VPN Master heeft een mooie interface en ik kan met servers van verschillende landen connecteren. Touch VPN heeft de meeste functionaliteit en ik kan met veel meer landen connecteren, zonder daarvoor te moeten betalen. De eerste VPN app, VPN Master. Deze met het logootje met het sleutel op een groene achtergrond. Je gaat naar App Store en je zoekt VPN Master. Dit is degene die je moet hebben. Deze met het sleuteltje op de groene achtergrond. Ik heb deze al geïnstalleerd, dus ik ga dat niet meer doen. Bij de eerste opstart vraagt de app of hij de setup mag maken. Je klikt OK, Setup Now. Je krijgt een melding om een VPN-configuratie toe te voegen en je klikt op Allow. Dus laat het toe. De app gaat naar instellingen en je laat toe een VPN-configuratie in te stellen. En voilà, je hebt een setup voor een VPN gemaakt. Hoe zet je nu de VPN aan? Je klikt op dit logootje. En je krijgt dus ook wat reclame en dat moet je erbij nemen. Hoe connecteer je nu? Je klikt gewoon op dit schild of op de aarde. En je ziet dat de aarde heeft een schild gekregen. En je ziet ook dat we een VPN-connectie hebben door de tekst in het kaartje VPN. We zijn geconnecteerd met een VPN-server in Duitsland, Germany. Maar je kan gerust een andere kiezen door hier te klikken. En je ziet dat we Nederland, Engeland, United Kingdom en nog een paar andere landen, een stuk of zes landen, kunnen connecteren. Degene die groen zijn en drie baartjes groot zijn, zijn het beste. Geel is wat minder en rood is heel wat minder. Dus ik klik nu op Holland. En voilà, hij maakt connectie. Voor niks is niet altijd voor niks. Maar in ieder geval, je hebt een gratis VPN-connectie. Om de VPN uit te zetten, klik hieronder. Of je klikt op deze helm. En vraag of je wilt disconnecteren. Je klikt op Disconnect. En voilà, je zit weer op het gewone internet. Dit was VPN Master. De tweede VPN-app is Touch VPN. Dit is de VPN-app met de meeste functionaliteit en je kan ook met heel wat meer landen connecteren. Je gaat naar App Store. Je zoekt Touch VPN. En je installeert deze app met de wijzende vinger naar boven. Ik heb dat al geïnstalleerd. De eerste start van Touch VPN
verloopt gelijkaardig als VPN Master. Er wordt dus ook gevraagd of je een VPN-configuratie mag aanmaken. Dat laat je allemaal toe en dan wordt TouchVPN goed geïnstalleerd. Om de app te starten klik je natuurlijk op het logo van TouchVPN. Je klikt op Connect en TouchVPN zoekt voor jou de optimale server. Voilà, je bent geconnecteerd. Klik op het scherm en je ziet, je bent weer met een VPN-connectie geconnecteerd. Dit is de optimale server. Als je hierop klikt, kan je uit heel wat landen kiezen om een andere VPN-connectie te maken. Dus veel meer dan VPN Master. Voilà. Ik ga bijvoorbeeld naar Australië. Je moet op Connect klikken. Dan gaat hij met Australië connecteren. Voilà. En je hebt een VPN-connectie met Australië. Met een server van Australië. Het beste voor deze TouchVPN is natuurlijk de optimale server. Je klikt op Australië en je zegt ik wil optimale server. En je klikt op Done. Connecting. En je krijgt weer een reclametje. De reclame moet je erbij nemen. Je moet opnieuw op Connect klikken. En je hebt een VPN-connectie. Om hem uit te zetten, klik je gewoon in deze cirkel en de VPN-connectie is verbroken. Voilà, dat was het. Probeer het ook maar eens uit. Succes ermee. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 100 abonnees te bereiken, of meer natuurlijk. Deel dit filmpje met je vrienden en laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!